Maar toch, toen het mij zo overkwam, toen ging ik wel eens denken van, goh, hoeveel fouten worden hier eigenlijk niet gevonden? Wat is er nou nog waar van wat ik lees in die artikelen? Goedemiddag. Ik ga u het verhaal vertellen van hoe mijn geloof in data en in wetenschap een enorme buts opliep. En dat verhaal begint een paar jaar geleden ergens in een heel muf kamertje op de Universiteit van Manchester. En daar zat ik achter een computer te kijken naar data van mensen die reuma hadden. En via onze smartphone-app meededen aan ons onderzoek. Want wij deden onderzoek naar de invloed van weersomstandigheden op reumapijn. En misschien hebben jullie daar wel eens van gehoord. Iemand die zei van, oh, ik voel het aan mijn knie, het gaat morgen sneeuwen. Al eeuwenlang zeggen mensen dat, kreupele mijnwerkers, oude oma's, gepensioneerde voetballers, dat het weer invloed heeft op hun kapotte gewrichten. En wij wilden dat onderzoeken. Dus mijn collega's die hadden een smartphone-app gemaakt dat reumapatiënten met een kleine swipe hun pijn konden scoren. En tegelijkertijd, nou, ze konden ons een paar andere dingen doorgeven. Ben je vandaag buiten geweest? Wat is je humeur? Heb je lichaamsbeweging gehad? En tegelijkertijd registreerde die app hun locatie, die wij dan weer konden koppelen aan het weerbericht. En wij hoopten toen die studie begon van, nou ja, misschien krijgen we een paar honderd mensen en hebben dan genoeg mensen om deze eeuwenoude vraag eindelijk te beantwoorden. Nou, wat ik niet wist, dus ik zat daar in Engeland en blijkbaar is voor Engelsen is het weer het nummer één gespreksonderwerp. Dat wist ook de BBC, dus die hoorden over onze app, deden daar een programma over. En voor we het wisten hadden we 13.000 mensen die die app dagelijks invulden. Dat was geweldig. Ik zat achter mijn computer. Het grootste deel van mijn werk was al gedaan, dus we hadden die analyse gedaan over het weer en pijn. We hadden er een mooi artikel over geschreven. Dat lag op de stapel bij een hoofdredacteur van een wetenschappelijk tijdschrift. En op die donderdagmiddag was ik even een andere collega aan het helpen, want die was heel geïnteresseerd in de slaapdata uit ons onderzoek. Dus mensen hadden ook geswiped, hoe heb je vannacht geslapen? Hoe moe was je bij het opstaan? En welke analyse zij ook deed, ja, er kwam altijd wat heel raars uit. Hoe beter mensen sliepen, hoe moeier ze waren bij het opstaan. Nou ja, dus ik zat een beetje te pielen met die data en ineens zag ik het. Ineens zag ik dat er maar één verklaring was voor haar resultaten. En dat was een vrij rampzalige verklaring. Dat was namelijk de verklaring dat de namen van alle kolommen in onze dataset waren omgewisseld. Dus waar ik 3 jaar lang had gedacht dat ik naar pijnscores keek, keek daar dus eigenlijk naar de slaapscores. De slaapscores gingen over stramme gewrichten. De stramme gewrichten gingen over lichaamsbeweging, enzovoorts, enzovoorts, enzovoort. Dus dat was echt één hele grote ramp. Dus ik had 3 jaar lang met al mijn collega's, dit was geanalyseerd door meerdere mensen die bij zo'n onderzoek zijn betrokken. We hadden 3 jaar lang verkeerde data zitten bespreken. Die redacteur had een prachtig artikel op zijn bureau liggen, maar dat ging dus over totaal wat anders dan wij dachten. En deze vondst op die donderdagmiddag, ja, die had eigenlijk 2 gevolgen. En 1 gevolg was gewoon, ja, was vooral praktisch. Dus het was 4 maanden vertraging voor ons onderzoek. Dus ik ging naar mijn onderzoeksgroepsleider en vertelde dit. We gingen allemaal achter die computer zitten. Nou, bleek inderdaad zo te zijn. Bellen met de start-up die de app had gemaakt. We moesten dat artikel terugtrekken. Iets anders dat je als wetenschapper eigenlijk liever niet hoeft te doen. En toen moesten we weer opnieuw beginnen met de hele analyse, met de goed gelabelde data. Maar eigenlijk was veel ernstiger was dat mijn vertrouwen in de wetenschap echt een grote buts opliep. En dat kwam niet zozeer eigenlijk door deze ene ontdekking, maar vooral door de weken daarna. Want ik vertelde dan heel vaak aan vrienden of aan collega's, nou, wat mij laatst toch is overkomen. En dan vertelde ik dit verhaal. En tot mijn grote verbazing zeiden mensen niet, jee, wat de sukkels zijn jullie. Maar eigenlijk zei iedereen van, oh ja, nee, dat heb ik ook wel eens een keer gehad. Nou, en dan kwam er dus een verhaal van iemand die een minnetje was vergeten en alle berekeningen waren bullshit. Tot de decaan aan toe, die had een onderzoek gedaan naar doodsoorzaken. En die had de ene en de nullen omgewisseld. Dus alle dode mensen waren heropgestaan in zijn dataset. Alle levende mensen waren tot de dood veroordeeld. Dus ik begon gewoon steeds meer te twijfelen aan
ja, wat wij zien in de wetenschap. En het is best gek, want ik kende de statistieken ook voor die donderdagmiddag wel. Want er zijn genoeg onderzoeken die laten zien dat science-artikelen, 90% daarvan is niet reproduceerbaar. Zowel in de medische experimenten als bij psychologisch onderzoek is er eigenlijk bekend dat heel veel artikelen, ja, als iemand anders het nog een keer doet, dan komt er totaal wat anders uit. Dat gebeurt veel vaker. Maar toch, toen het mij zo overkwam en toen ik hoorde dat het bij al mijn collega's, ja, dat het hen ook overkwam, toen ging ik wel eens denken van, goh, hoeveel fouten worden hier eigenlijk niet gevonden? Wat is er nou nog waar van wat ik lees in die artikelen? Nou, en voor mij was dit een reden om, toen mijn onderzoek in Manchester was afgelopen, naar Amerika te gaan, naar een vakgroep die aan open science deed. En open science betekent zoveel dat als je dan een artikel publiceert, dat je ook de data publiceert en ook alle analysecode, dus alle analysestappen. En dat is eigenlijk fantastisch, want dan kunnen er dus over de hele wereld kunnen mensen dat nog een keer doen en nog een keer doen. En dan kan iedereen samen kijken wat voor foutjes er daarin zitten. Het betekent ook dat je niet het wiel hoeft heruit te vinden, want als wij dan algoritmes hadden die heel goed en betrouwbaar waren en die door heel veel mensen waren gecontroleerd, dan konden andere mensen die hun eigen onderzoeken deden, die weer hergebruiken op hun data. Dus dat is eigenlijk een hele mooie manier om collectief, ja, een soort wetenschappelijk scepticisme te voeden. Nou ja, dat we toch wat kritischer worden en niet publish and perish doen. Maar ik denk wel dat er nog heel veel moet gebeuren, want ik zie wel om me heen dat heel veel wetenschappers onder enorme druk staan om te publiceren, om media-aandacht te genereren, om beleid te beïnvloeden. En ik denk eigenlijk dat niet nieuwswaardigheid een criterium zou moeten zijn voor succes, maar bijvoorbeeld repliceerbaarheid van onderzoek. Dus ik denk dat we echt naar een, ja, ja, op een andere manier over onderzoek moeten gaan nadenken. We moeten niet meer artikelen krijgen, maar moeten betere artikelen gaan schrijven. Dank u wel.